van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden en hij zal geen lantaarn vernodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of de derde nacht waken, gelukkig die dienaars die hij zo aantreft. Begrijp dit wel. Als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij niet laten inbreken in zijn huis. Wees ook gij bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht. Dat ik op 13 augustus hier voor het eerst de mis opdroeg in Zwijndrecht. Er zijn heel wat mensen die ondertussen niet meer bij ons zijn. Er zijn ook ondertussen heel veel nieuwe mensen bijgekomen. Ik moet maar eens kijken naar mijn eigen familie. Kinderen, kleinkinderen. De wereld gaat voort. Terwijl je toch verandert. We deden toen mis met onze rug naar de mensen. Nu met ons gezicht. We zijn ouder geworden. We zijn heel veel dingen veranderd in ons leven, misschien ook in onze menselijke verhoudingen. En vandaag, na 25 jaar, willen we dat samen vieren. En in deze korte homilie wil ik drie punten, drie korte thema's even ontwikkelen. Ik wil u vooraf zeggen dat u allen uitgenodigd bent op de receptie. Daarna gaan we dan nog met familie en dichtere vrienden nog een beetje doorvieren en dan zal ik wel nog een paar dingen zeggen, ook in het Engels. Er zijn hier verschillende mensen vooraan die geen Nederlands verstaan. Er zijn mensen uit Engeland en ook uit Amerika overgekomen, natuurlijk niet alleen voor mij. En er is ook een Italiaan hier, een Italiaanse priester. Maar dat gaan we dus nu niet doen. I just told them I would talk to you in English, but tonight, not now.
Filippo, per te la stessa cosa, parleremo dopo in italiano, ma adesso soltanto in fiammingo. Wat we vandaag vieren, dat zijn dus de drie thema's. Wat we vieren, dat is niet wat ik zou gedaan hebben, maar wat God heeft gedaan. Ik wou dus iets zeggen over het jubileum en dan iets over twee dingen die op mijn prentje stonden. Het klein prentje dat werd uitgedeeld bij de eremis, de verjaardag. Nog eens een dag erbij, nog eens een jaar erbij. Het is een jubileum. Wij jubileren, zoals het koor zo goed heeft gezongen, zingt jubilate voor de Heer. Wij jubileren, we juichen, zijn blij, zijn dankbaar. En het is ook een traditie, was er af en toe een jubileum. Er was ook een elk zevende jaar, was een jaar om te jubileren. We hebben dat nog, we noemen dat een heilig jaar. Een speciaal jaar waarin we God bedanken. Het is een jaar van jubileum. Alles wordt opnieuw verdeeld. De mensen vertrekken terug aan dezelfde lijn. Als je schulden hebt, dan worden ze kwijtgescholden. Als je veel hebt, dan deelt je met degenen die minder hebben. Dat was het idee van het jubileum van de Joden. En dat is ook het idee van mijn en uw jubileum. Na 25 jaar willen we niet opnieuw beginnen, maar wel